De weg naar Nieuw-Jacob Kondre in het Matawai-gebied is weer opengesteld voor het verkeer. Dit bevestigt districtscommissaris Walter Bonjasky van het Bovenkoppenamegebied. Op 26 december hadden de bewoners van het gebied de weg gebarricadeerd, waardoor het verkeer ernstig gestagneerd was. Hun eis was dat de weg gerehabiliteerd moet worden. Gisteren was de VB daar naartoe gegaan en met de mensen gesproken. Nadat hij met Ayan Bolt heeft gesproken. Dus de situatie, de mensen hebben de actie voorlopig geschorst. Met de toezegging van de VP nadat hij met Ayan Bolt heeft gesproken, dat ze vandaag de weg gaat bezichtigen. De slechte plaatsen waar eraan gewerkt moet worden. En morgen gaan ze beginnen. De bewoners dreigden op de weg te blijven, totdat er antwoord kwam van de autoriteiten. Bonjasky zegt dat in de regenperiode de weg ontzettend slecht is. Sommige gedeelten die leiden naar dorpsgemeenschappen worden zelfs onbegaanbaar. Wat ze precies willen, het eerste wat ze willen hebben, is dat het weg gerehabiliteerd wordt door Ayam Gold. Ja. Dat het weg begaanbaar is voor de mensen naar hun dorpen toe. Ten tweede, er zijn veel afspraken, mondelinge afspraken gemaakt met Ayam Gold. En Ayam Gold houdt zich niet aan de afspraken. Let wel, mondelinge afspraken. En mondelinge afspraken zijn afspraken die gemaakt worden met de gemeenschap. De burgervader zegt dat de weg nu weer toegankelijk is voor een ieder. De barricaden zijn verwijderd en Ayam Gold kan beginnen met de rehabilitatiewerkzaamheden. De bewoners hebben beloofd dat zij niet meer zullen barricaderen, zolang de multinational zich aan de afspraken houdt.